Clubicoon Jan Vreeman keert vrijdagavond tegen MVV Maastricht terug als trainer van het eerste elftal van de Graafschap. De Gendringenaar werd deze week benaderd om Reinier Robbenmond tijdelijk te vervangen en hoefde niet lang te twijfelen. Uiteindelijk moet toch iemand wat doen. En ik voel me natuurlijk ook wel een beetje vereerd, zeg maar, dat ze het me willen vragen. Het is aan ons ook een beetje om... Om Jan te helpen, denk ik, in de zin van om het samen te gaan doen. Dus helemaal als je zo een interim trainer bent, ja, dan heb je gewoon te maken met een kortere periode. En ja, we moeten het toch gewoon samen gaan doen. En dat is ook wat Jan aangaf, van we gaan het met de hele staf doen, met de hele groep, met elke jongen die daar zit. En dus dat is een beetje de boodschap, denk ik, die er nu was. In het verleden koos Vreeman als trainer van de Graafschap voor een 4-4-2 systeem. De Gendringenaar is van plan om veranderingen door te voeren ten opzichte van Robbenmond. Zo is opportunistisch voetbal geen vies woord meer. Ik denk dat dat ook heel veel voordelen kan opleveren. Alleen het moet wel een bewuste keuze zijn. Het is niet zomaar, we moeten de bal naar voren schieten. Er zijn bepaalde momenten, dan is er weinig ruimte. Nou, dan kun je kiezen uithalen. Of je doet het iets opportunistischer. En ik denk dat dat af en toe een gegeven moment van opportunisme wel belangrijk is. Want dat is ook een gegeven moment dat je in de duels gaat komen. Dat je in de omschakeling kunt voetballen. En op basis daarvan kun je ook in wedstrijden groeien. En ja, over het algemeen, het publiek gaat er dan ook achter staan. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we het publiek meekrijgen door iets opportunistisch misschien te gaan spelen. Ja, en dan hopen dat er een bepaald, wat ik zeg, er moet een bepaalde swing in komen richting die play-offs. En dan hopen op iets moois. De Graafschap speelt nog 8 reguliere competitiewedstrijden, waarna de play-offs van start gaan. Vreeman promoveerde in 2015 als nummer 6 nog via de na-competitie naar de Eredivisie. Maar dat lijkt met een 9e plek op dit moment nog ver weg. Wat ik nu mee bezig ben is net wat je aangeeft. We moeten zorgen dat de mensen achter ons zien te krijgen. En wij gaan voetballen wat wij graag willen. En de wedstrijden in het begin van het seizoen de jongens hebben gespeeld, dat je die terugkrijgt. Want ze hebben goede wedstrijden gespeeld. Maar dat is wel natuurlijk waar je van droomt. We moeten ook realistisch zijn. We staan nu gewoon ook nog niet. We zijn nog helemaal niet zeker van die play-offs. Zo realistisch moeten we ook zijn. Dus het moet eerst beter. En dan hopen dat we mogen dromen richting die periode. Ja.